Denk eens na over de volgende vraag. Hoe leer jij het liefst iets aan? Een tijdje terug kocht ik een nieuw fototoestel. Ik heb geen knopje aangeraakt voor ik de hele gebruiksaanwijzing gelezen had. Ik heb ook vrienden die dat heel anders aanpakken. Zij lezen geen letter voor ze alle knopjes hebben uitgeprobeerd en ze komen meestal verder dan ik. Leren is een actief proces. Maar hoe dat gebeurt is voor iedereen anders, ook bij jou op de vereniging. Om dat onderscheid maar te maken, je hebt denkers en doeners. Jongeren die het heerlijk vinden om te discussiëren, om lastige vragen te beantwoorden. Maar ook jongeren die gebaat zijn bij praktische voorbeelden en lekker aan de slag willen. Het gebruik van verwerkingsvormen helpt jou als leidinggevende om te gaan met deze verschillende doelgroepen. De verwerking is als een knoop in de draad. Zoals een draad zonder knoop niet blijft hangen, zo blijft waarschijnlijk zonder een voorbeeld of een verwerkingsvorm de boodschap van wat jij vertelt niet heel lang hangen. Mensen kunnen 10 minuten geconcentreerd luisteren. Onderzoek heeft geleerd dat je het beste iets onthoudt als je verschillende zintuigen kunt gebruiken. Je oren, maar ook je ogen en je handen. Laat jongeren daarom aan de slag gaan met verschillende verwerkingsvormen. Zomaar wat voorbeelden. Begin eens met een creatieve opdracht. Ik was een tijdje terug op een conferentie waar jongeren werden gevraagd om over een bepaalde psalm een schilderij te maken. Er kwamen echt prachtige werkstukken uit. Na afloop moesten ze aan elkaar vertellen waarom ze juist dat beeld hadden gekozen. Zoiets zou je ook op jouw JV kunnen doen. Een tweede voorbeeld van een verwerkingsvorm is het gebruik van beeldtaal. Ik hoorde van een docent die aan een groep leerlingen vroeg: waar denk je aan bij wedergeboorte? Nou, er kwam bijna geen reactie. Vervolgens besloot hij om het heel anders aan te pakken. En hij zei: aan welke kleur denk jij bij het woord wedergeboorte? Verrassend genoeg kwamen er toen heel wat reacties op gang. Veel leerlingen dachten aan de kleur groen vanwege nieuw leven. Op deze manier, door te vragen naar een beeld, kwam er ineens heel veel gesprek. Een derde voorbeeld is: inventariseer aan het begin van een avond eens wat jongeren al over het onderwerp weten. Je kan beginnen door zelf te vertellen wat jij allemaal hebt te vertellen over je thema. Maar je kan ook door middel van een woordspin of een stille wanddiscussie kijken wat jongeren al weten. Wat deze dingen betekenen kun je vinden op de website. Ten slotte, kijk bij verschillende verwerkingsvormen goed naar hoofd, hart en handen. Bij hoofd denken we aan: wat wil je dat de jongeren na afloop van de avond weten? Het tweede, het hart, is: waar wil je dat jongeren persoonlijk voor zichzelf over na gaan denken? En tenslotte handen, waar kunnen ze de komende tijd nu concreet mee aan de slag? Dit zijn zomaar wat voorbeelden van verwerkingsvormen. Je kunt er nog veel meer vinden op onze website. Heel veel plezier ermee!